eerste kandidaat. Waar heb je haar verstopt? Juanita. Wat, Juanita? Ik ga even 2-0 hij is in de bank bakken. Doet het nog? Ja. Ja, doet het nog. Hij doet het nog. Oh, ik kom dan. Ja hoor. Juanita. Hé, hey, daar heb je ook. Die heb ik al, die ben ik al 2 weken proberen te bereiken, maar... Alsjeblieft. Dank je. Doet dit? Ja, ik doe dit. Hoe oud ben je? Ja, dan vraag ik gewoon aan een vrouw. Maakt mij niet uit. Zeg er maar. Ja, ik ben 19. Zo dan. En hoe lang zing je al? Hoe lang zing je al? Gisteren begonnen? Nou, eergisteren was voor een hit, dus vandaar. En wat ga je voor ons doen? Je wil in de wereld niet praten. Ja, ik ga Tracy Chapman doen. Nu denk ik. Ja, Tracy Chapman. En als tweede mag je dadelijk aankomen. Ja, oké. Oké? Geef je een applaus. Jo Zuid! Die heb ik al gewoon in de pocket. Jo Zuid! Don't you know we're talking about a world of illusion? Don't you know we're talking about a Thank you.
niet. Die derde hoeft nog niet, want dat doen we dadelijk pas. Oh, okay. Maar we gaan wel even commentaar vragen. Aan die mensen dan die tafel. Wie? Even aanzetten, Truud. Ja. Zeg het mij. Ja. Mag je iets harder? Als jij het vraagt. Oké, okay, ja, ze is beter. Ja, nog harder? Juanita. 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 Ik hoorde in het begin dat je iets probleem had met je lage tonen. Je typte zo. maar bij je eerste nummer, je hoge tonen kwamen er goed en krachtig uit. Een goede nummer kreeg je van je eerste nummer. Je tweede nummer, ik vond in het begin je uitspraak in het Nederlands heel goed, perfect. Alleen de hoge noten, die kwamen er niet zo uit. En ik vind je mag ook wat meer met je publiek proberen. Ik ben wel benieuwd naar je derde nummer. Ja. Woe! Wij zijn er niet. Ja, mag er ook. Een minuutje. Goed, Anita, je bent een, in ieder geval een leuke verschijning om te zien. Dat is natuurlijk al, dat is 50% van je ding. Maar, daar doen we niet alles mee. Ik meestal wel. Nee, oh, dat is een goeie. Maar ik vond het nummer, het eerste nummer vind ik een beetje te laag voor je. Hè? Dan ga je echt trekken. Dan ga je dus niet meer uit je midden of je rug halen. Tweede nummer, wat dat betreft, vind ik beter bij je passen. En dat is... Maar ik zou in ieder geval wel je handen uit je zak halen. Want dat is iets, ja, dat kan je niet maken. Je staat voor een publiek, daar moet je rekening mee houden. Hè, draai jij eens om, kijk eens even naar de jury, dan zien wij ook wat. Ja, dat zijn allemaal van die hele kleine dingen, weet je. Maar voor de rest vond ik het wel goed, hoor. Ja. Een 7! Nou, geef ze een applaus. Juanita. Juanita. Zeg ik Juanita. Ah ja.